Hallo beste kijkers van Gamen met Floorske. Ik ben Floorske en vandaag heb ik een nieuwe episode van Weg naar de 2400 trofeeën. Hier in deze episode ga ik 3 herhalingen laten zien met alle 3 gigantisch veel buit. Maar als ik zeg gigantisch, meen ik het ook. Echt gigantisch veel buit. Dus zoals je in de eerste ziet, is het al redelijk veel, maar ik heb ze van slechtste aanval naar beste aanval gesorteerd. Dus de eerste, tweede en derde. De eerste is slechter dan de tweede en de tweede is slechter dan de derde. Ja. ik heb de derde, de beste heb ik gehouden voor op het einde. Want ja, weet je, dat houdt het spannend. Dat houdt het echt gigantisch spannend. Dus hier gewoon de balloonien techniek. Val ik de status level 9, inactieve status level 9 base aan. En ik heb nog redelijk wat minions over, dus wat ik daar nu probeer te doen is 50% te halen, dat mij ook makkelijk gaat lukken. 48%, ik heb nog veel minions over, alhoewel veel, niet weinig. Ik heb er niet weinig over, maar ook niet veel. Daar kijk ik of ik bij het stadshuis kan komen, maar de minions gaan altijd op iets anders af, maar nooit op de dingen op het stadshuis. Dus daar ga ik maar voor de loot. En dat is ook wel beter dan het stadshuis, want als ik het stadshuis krijg, dan heb ik nog altijd de bonus. Dan is de bonus nog hetzelfde als 1 ster. Dus ik dacht, laat ik toch maar voor de buit gaan. Want de buit is de buit. Nee, echt waar? Echt waar? Is de buit de buit? Nee, echt? Oké, maar nu even serieus. Gigantisch veel buit en zelfs nog redelijk wat goud laten liggen. Daar toch nog een spreuk om nog redelijk wat te stelen. En dat is dan 200.000 elk. Hier dan bij de tweede aanval. Dit is ook al heel veel. Maar nog altijd niet de beste. Daar probeer ik dus eerst de boogschutterskoningin eruit te halen. Waar ik heel veel moeite mee heb. Want daar de boogschutterskoningin schiet ze van ver. En de minions gaan op de gebouwen af in plaats van op dit ding. Dus ik heb daar echt serieus 20 minions gebruikt. Om die boogschutterskoningin af te maken. Dus dat was echt wel irritant. Ik had er misschien nog 30 over. Ja, ik had er 30 over. Of 31. Dus daar woede spreuk, ballonnen. Bam. En ze gingen niet de kant op waar ik ze wou. Ze schieten echt alles af buiten de luchtafweer. Maar daar gelukkig krijgt hij de luchtafweer ook mee, de ballonnen. En daar gaat alles echt prima. Dus daar ook een woede spreuk. Met ook wat ballonnen, bam, en daar meteen op de lucht afweer. Ze splitsen zichzelf, dat heb ik het liefst, dat ze zich splitsen en dan weer samenkomen. Dus daar langs de onderkant val ik nog eens aan, nog een woede spreuk, bam, Tesla kapot. En daar gaan ze weer op de verkeerde kant op, ik vervloek die dingen. Soms, nee, niet altijd, ze zijn echt heel sterk, maar soms vervloek ik ze echt. Want soms zijn ze gewoon echt gewoon dom. Dus daar, Barbarenkoning, zet ik er rechtsboven ook in. Gewoon een beetje... fun. Gewoon eigenlijk nutteloos, maar ik zet hem er gewoon, want altijd extra procenten zijn handig. Ik had hem beter van onder gezet, dat had ik eigenlijk beter gedaan. Dus daar heb ik ook ballonnen en minions in mijn klankkasteel, dat is ook wel handig. Dus bedankt aan al mijn klanmaten die mij die ballonnen en minions smeren. Die helpen mij heel erg hard. De draken zijn natuurlijk ook welkom. Ik vraag eigenlijk de hele tijd luchtingen, want luchtingen die helpen mij heel erg veel. Die helpen mij echt gigantisch veel. Ik val mijn luchtingen aan. Dus als ik dan een golem krijg. Ik had onlangs een keer een golem van iemand gekregen. En die heb ik dan echt nuttig gebruikt. Want ik weet niet wat er toe gebeurde. Maar ik had geen troepen meer over. Ik viel aan met lucht. Heb ik die golem gebruikt. In mijn klankkasteel. En toen mijn barbarenkoning. En al mijn wapens schoten op de golem. Al de wapens schoten op de golem in plaats van op de barbarenkoning. Dus dat was echt wel handig. Dus bedankt. Ik weet niet meer wie hem gaf. Maar toch bedankt aan diegene. En hier hebben we dan... jammer genoeg niet 2 sterren. Maar de buit is nog altijd gigantisch veel. En nu... boom! Stasis level 10. Totaal inactief. Keiveel buit. Check dat. 2000 duister, 300.000 elk. Dus daar gaat het al wat beter. Iets minder minions nodig om de boogschutterskoningin uit te schakelen. Direct een goede spreuk met een paar ballonnen. En die gaan meteen op
alle verkeerde wapens af. Ik wou zeggen al meteen op de luchtafweer, maar dat doen ze dus niet. Ze gaan meteen echt op de verkeerde wapens af. En daar toch nog op die luchtafweer. En daarboven ook nog bam bam. Het gaat allemaal perfect. Daar nog een woedenspreuk met nog ballonnen. Kan niet beter. Boom. En daar zijn er nog veel ballonnen die leven. En al drie luchtafweren uitgeschakeld. En er is er nog eentje level 3. Maar normaal val ik geen als level 10 aan omdat ze Inferno-torens hebben. Maar deze had twee Inferno-torens die uit waren. En er was gigantisch veel buit. Dus dat moet je echt altijd doen. Vanaf dat er veel buit is, gewoon altijd doen. Dus daar ook mijn Barbarenkoning in gezet. Maar iets te vroeg zijn special geactiveerd. Dus daar kon ik hem niet meer activeren toen hij erin was. In het echte deel van de base. En daar gaat het eigenlijk goed. Nog twee wapens. De X-boog die leeg is. En een irritante boogschutterstoren. De rechts daar. Waar de ballonnen nu naartoe gaan. Maar daar ben ik niet echt eigenlijk bang van. Omdat mijn minions en mijn ballonnen kunnen dat gewoon aan. En je ziet het eigenlijk op zich al. Dit is gewoon 100%. Er zit 1000 duister in twee pompen. Dus er zat 1000 in de opslagplaats. En dan zit er 900. Dan zit er eigenlijk 500 in elke pomp. Of boor. Ja, boor. Zo heet dat. Dat was ik al helemaal vergeten. Dat het een boor heet. Dat heb ik soms. Ik verwissel. Dat is eigenlijk zo Alexermijn. Alexermijn, ja. En goudpomp. Nee, dat heb ik nog nooit gezegd. Maar wel Alexermijn. Dat heb ik wel al een paar keer gezegd. Maar nu gaan we zien. Ik zit voorlopig op de 2239 trofeeën. Dat is echt awesome. Het gaat snel vooruit. De serie is al bijna voorbij. Maar dat is niet erg. Want ik ga, als ik dan 2400 trofeeën heb, ga ik gewoon lekker door met cuppen. En misschien meester halen. Dat zou echt wel nice zijn. Maar dus ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Likes worden aanvaard. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Volg Gamen met Floshko op Twitter en like Gamen met Floshko op Facebook. Want ik geef daar veel informatie over. Bijvoorbeeld video's die komen of nieuwe series op voorhand. Nog voordat ik het op YouTube vertel, komt het op Twitter of op Facebook. Dus ja, laters.